Ja, ik heb bewust even gewacht met dit verhaaltje. Want ja, ik bedoel, ik ben gewoon razend. Ja, ik ben woedend. En ik heb mezelf voorgenomen en ik ga niet uit mijn plaat. Ik ga gewoon rustig blijven. Dus ik heb de hele tijd al tegen mezelf gezegd, Harry, rustig blijven. Dus ademhalen, rustig aan. En dan ga ik beginnen over, nou je raadt het natuurlijk al, Feyenoord. Ja, want nou hebben we zo'n verschrikkelijke matige ploeg. En dat weten wij met z'n allen, want jullie weten, ik heb natuurlijk een fijn Feyenoord hart. Zit ik wel goed? Ja, je hebt een Feyenoord hartje. En ik word natuurlijk ook week in week uit op de proef gesteld. Net als iedereen in het land en in Rotterdam. We hebben dus heel veel matige spelers. Diemers, Linsen, noem het allemaal maar op. En zelfs die Torrenstra, die begint geen kokosnoot te raken. Dus, en die weet ook niet meer dat Feyenoord in rood-wit speelt. Dus, één grote puinhoop. Dus die dikke advocaat, vrienden, ja, die verdient eigenlijk een standbeeld. Nou ja, beter van niet, want dan wordt er natuurlijk zo'n standbeeldje als Dick die krijgt. Dus doe maar niet. Maar Dick moet wel erelid worden gemaakt. Dat wel. Als je met dit materiaal nog zo ver kan komen. En dan heeft Dick ook nog te maken dit seizoen met, ja, en daar kom ik dan. En nou moet ik dus rustig blijven, Harry. Rustig op het onderwerp Berghuis. Ja, want daar heeft Dick dan mee te maken met zo'n aanvoerder. En wat hebben we nou met hem gehad? Hij begon leuk in het begin van het seizoen, niet wel aardig. Daarna hebben we hem heel lang niet gezien. Rustig aan, Harry. Rustig. Daarna hebben we hem heel lang niet gezien. Bij Feyenoord, nee. In wedstrijden waarin hij beslissend moest zijn, of in wedstrijden waarin hij het voortouw moest nemen, hebben we Berghuis niet gezien. En pas nu, een paar weken, is het niet onaardig. Beter. Ja. Maar goed, het is ook niet zo moeilijk om de betere te zijn in dit hele matige elftal. Maar goed, wat hebben we nu gezien? De laatste tijd, Berghuis is gewoon geen aanvoerder. Want nou wordt het allemaal goed gepraat aan alle kanten. Ja, want nou hoor ik allerlei mensen zeggen, oh ja, maar Berghuis, ja, maar het is zo'n verschrikkelijke prof. En is dan zo gefrustreerd. En die kan zich dan niet bedwingen. En dan krijg je dit soort acties. Hey, als elke voetballer zou staan denken, is het de hele dag, elke dag alleen maar kaarten en nog eens kaarten. Hé, wat is dit voor onzin? Ik bedoel, hij is aanvoerder. En juist nu, bij de beker liet hij het al gaan bij Heerenveen. Twee gele, huppen, rood en weg. En Feyenoord lag uit de beker, dankjewel. Rustig aan, Harry. Rustig. Dankjewel, Berghuis. Ja, voor het uit de beker gaan. En nu is er dus dat gevecht om die vierde plaats. En nu heeft Feyenoord hem harder nodig dan ooit. Ja. En wat doen we nu? Hup, we doen zomaar, hup, belachelijke tikkel van achteren en rood en weg. En nou doet hij niet mee in die hele belangrijke wedstrijd tegen Ajax. Ja. En dan is hij dan niet bij, onze aanvoerder. Terwijl het er dan waarschijnlijk op aankomt of je vierde wordt, ja of nee. Want anders moet Feyenoord, oh God verhoede, die hele pijnlijke play-offs in. Voor een plekje in de Conference League. En ach vrienden. En nou zegt hij ook nog eens een keer, de bovenop, zegt hij, ja, ik ga niet mijn contract verlengen hoor voorlopig. Nee, hey. Nee, want ik wacht eerst even het EK af. Hé, hey, Berghuis, er moeten twee dingen niet gebeuren. Niet verlengen, alsjeblieft. Ga ergens anders. En twee,
niet naar het EK gaan. Want voor je het weet, staat het Nederlands elftal met 10 man. Dat is het verhaaltje. En nogmaals. Ook voor jullie allemaal, Feyenoorders. En ik weet het nu echt. Echt. Feyenoorder ben je niet voor je lol.